Ja, wat een auto blijft dat toch nog, hè? Die Tesla Model 3. Bij zijn komst naar ons land, 2 jaar geleden, bijna zo veel besproken als Elon Musk zelf, maar vandaag nog altijd de populairste elektrische auto in ons land. Voor modeljaar 2021 kreeg hij een facelift, dus we gaan nog eens van dichterbij kijken. Dat hij zo populair is, is enerzijds niet verrassend, want bij zijn komst werd hij aangekondigd als de betaalbare Tesla. En ja, als een Model S destijds 80.000, 90.000 euro en meer kostte, vandaag kost hij trouwens minstens 90.000 euro, want er blijven alleen de topversies van over, dan is dat niet verwonderlijk. Maar anderzijds betaal je voor zo'n Model 3 vandaag toch ook al makkelijk 50.000 euro. En dit is de Model 3 Performance en die kost je 64.000 euro. Ja, we spreken nu natuurlijk wel over catalogusprijzen, maar dat zijn prijzen die in leasingmiddels een pak aantrekkelijker worden. En over leasing gesproken, de leasingrijder heeft er sinds 2019 wel een hele hoop aantrekkelijke alternatieven bijgekregen. Denken we in de eerste plaats aan de Polestar 2, de Volvo XC40 Recharge, de Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID3, ID4, Skoda Enyaq enzovoort. En zelfs de Tesla Model S heeft er een pak concurrenten bijgekregen. En dan denken we spontaan aan de Porsche Taycan. Om dat voordeel te behouden heeft Tesla zijn Model 3 voor modeljaar 2021 dus een update gegeven. Een facelift zou je kunnen zeggen. En dan hoor ik je denken, facelifts en Tesla, dat gaat nu niet meteen samen, omdat Tesla vooral een merk is dat kleine tweaks en kleine updates gradueel doorvoert en eigenlijk eerder per modeljaar een soort update doorvoert. Maar Tesla heeft daar wel degelijk een gewoonte van gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de Model S die vroeger een heel ander front had en dan enkele jaren geleden dat wijzigde en die nu ook die versie met dat bizarre stuurtje heeft. De Model 3 heeft sinds zijn debuut in 2019 een hele hoop kleine software-updates en tweaks gekregen en daar ga ik je zo meteen een heel overzicht van geven. Maar in de VS is hij al sinds 2017 op de markt. En ja, 4 jaar in autotaal betekent dat natuurlijk hoog tijd voor een facelift. Zo'n facelift zie je natuurlijk meteen aan de buitenkant. Deze performance-versie heeft bijvoorbeeld 20 duims Uber-turbinevelgen. Maar de belangrijkste weggever, en kom Robbe, ik zal het even laten zien, is de raamomlijsting en de kleur van de deurgrepen. Voordien in het chroom uitgevoerd, nu in glanzend zwart. Idem voor de positie van de zijcamera's en de zijknipperlichten. En dan zijn er nog een hele hoop kleine tweaks. Zo is er voortaan dubbele beglazing voor de zijruiten. Is de kofferklep automatisch te openen via de afstandsbediening of via de app of via de tablet binnenin. En binnenkort komen er zelfs matrix LED-koplampen aan die je tegenligger als je je grootlichten aan hebt volledig uitvlakken en hem dan zo niet verblinden. Nog zo'n onderdeel van die kleine tweaks is dat de bouwkwaliteit erop vooruit is gegaan. En dat merk je nog het meest aan de middenconsole. Was die voordien afgewerkt in een soort glanzende pianolak, dan is dat nu vervangen door mat zwart. Er is een nieuwe afdekclip, er zijn nieuwe inductieladers voor je telefoon enzovoort. En dat is niet alles. Er zijn ook metalen knoppen voortaan op het stuur om allerlei functies te bedienen. De zonnekleppen hebben een magneetje gekregen. De knoppen voor de zetelbediening zijn een beetje opgewaardeerd en de deurdrempellijsten. Ja, en dan over die software-updates. Het is moeilijk om ze allemaal bij te houden sinds 2019, maar Tesla was wel zo vriendelijk om ons een overzichtje door te sturen. Een kleine bloemlezing. Er zijn veel ondersteuningen voor nieuwe talen gekomen. Dat is natuurlijk een klassieker. Er is een track mode gekomen, maar daar ga ik zo meteen iets meer over uitleggen. Dat is alleen op de performance versie. Er is iets meer vermogen vrijgegeven. De topsnelheid werd iets verhoogd. Er zijn nieuwe apps aan toegevoegd. Er zijn nieuwe spelletjes aan toegevoegd enzovoort. En dan is er ook nog het rijhulpgedeelte. Want ja, Tesla staat natuurlijk bekend om zijn autopilot functie. Daar is geprutst aan de dashcam, de dode hoekenwaarschuwing, de rijstrookhulp, de topsnelheid zeg ik. Ik bedoel natuurlijk de snelheidslimieten, de achteruitrijcamera, een hele hoop software updates en kleine tweaks, waardoor al die functies en vooral die autopilot functies telkens opnieuw een klein beetje beter worden en waardoor Tesla opnieuw zijn voorsprong wil behouden. Ja, ik had het daarnet over iets meer vermogen en over een track mode en die wil ik je wel even laten zien. Want normaal gezien is deze Model 3 Performance een auto met een motor op de voorwielen en op de achterwielen. Maar in die track mode kun je die balans gaan verdelen. Hier staat hij op 50-50. Er zit een preset voor een driftvoorkeur zowaar, waardoor je al het vermogen van de elektromotor achteraan kunt laten komen. Je kunt de stabiliteitshulp instellen enzovoort. Dus je kunt kiezen ofwel een gefocuste track versie, ofwel een achterwiel aangedreven driftversie of alles wat daar zo wat tussen zit.
Maar goed, de kans dat je met je Model 3 op circuit gaat rijden is natuurlijk behoorlijk klein, zeker als het een exemplaar van de firma is. Maar zelfs op de openbare weg zijn de prestaties verzekerd. 0 tot 100, 3,3 seconden en de topsnelheid ligt op 261 km per uur. En hoe je draait of keert voor een EV is dat natuurlijk belachelijk veel. Deze performance versie heeft ook een iets lagere rijhoogte en stevigere remmen. En ja, aan alle snelheden gaat hij gewoon belachelijk hard. Wat ook nog goed om weten is, is het stuurgevoel. Dat is behoorlijk direct en dat kun je nog eens instellen in 3 verschillende standen. Maar zelfs in de meest comfortabele stand, ja, reageert hij meteen op je commando's. Dus goed gedaan. Bizar genoeg is het de officiële policy van Tesla om niet over vermogens of over batterijcapaciteit te praten. Maar goed, je kunt dat wel een beetje afleiden uit de boorddocumenten van de auto. Hier vooraan zit een elektromotor van 158 kW, achteraan zit er een van 219 kW. En om je een idee te geven, het gecombineerde vermogen, als je dat dan in pk wil uitdrukken, reken op een goede 500 pk, 510, 513 ongeveer. Wat ook nog handig is om te weten is, vooraan zit een inductiemotor, achteraan zijn dat permanente magneten. En voor Tesla is dat het ideale compromis tussen prestaties, vooral van die inductiemotor, en tussen efficiëntie en iets goedkopere productie. En dat zijn dan die motoren met permanente magneten. En als we het dan nog even over de range hebben, Tesla belooft 567 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Nu, ik heb hem gisteren volgeladen toen het zo'n 10 graden buiten was en dan is hij geladen tot 462 kilometer. Dan moet ik wel bijzeggen dat er een functie in zit waarbij de batterij niet volledig wordt volgeladen. Dat is natuurlijk efficiënter en dat is ook iets beter voor de levensduur van je batterij. Die extra marge kun je bijvoorbeeld wel benutten als je op reis gaat. Nu, over die capaciteit gesproken, daar geeft Tesla officieel ook geen cijfers over vrij, maar algemeen wordt aangenomen dat hij sinds de facelift aan 82 kWh zit. Qua verbruik zit je ongeveer aan 20 kWh per 100 km met een buitentemperatuur van 10 graden. Nu het iets mooier weer wordt, zakt dat verbruik wel en kan je zo'n 17 tot 18 kWh halen. En dat is nog altijd een heel mooie score. Ook nog een nieuwigheid op dit modeljaar 2021 is een nieuwe warmtepomp die de restwarmte van je vorige ritten beter bijhoudt en op die manier bij extremere temperaturen, extreem koud of extreem warmte, het interieur veel beter kan voorverwarmen. Voor de rest is dit, ja, de performance versie zoals ik al zei, met een verlaagde ophanging in 21 duimsvelgen. Maar het moet gezegd, het rijcomfort is wel behoorlijk in orde, zeker als je weet dat hij nog altijd 1,9 ton weegt. Dat is behoorlijk veel, maar dat is nog altijd ettelijke honderden kilo's, zo mag je het gerust wel noemen, minder dan de meeste andere EV's die 2 ton op de weegschaal zitten, 2,1 ton enzovoort. Nu verder, ja, die 21 duimsvelgen die veroorzaken wel wat rolgeluiden, maar al bij al is de stilte aan boord behoorlijk in orde. Nog één ding over het scherm, ja, dat is natuurlijk de grote nieuwigheid geweest bij die Model 3, dat je geen instrumentenpaneel meer had, maar gewoon een groot scherm met je snelheid op. Het vraagt een beetje gewenning, maar na een tijd werkt het wel prima, al denk ik dat een head-up display in dit geval voor de snelheid alleen al misschien iets handiger had geweest. Dan komen we traditiegetrouw bij de prijzen uit. Voor de gefacelifte Model 3 betaal je als Standard Range Plus, dus met een elektromotor achteraan, net geen 50.000 euro. De Long Range Dual Motor met een extra elektromotor vooraan kost net geen 57.000 euro en deze Model 3 Performance 64.000 euro. Je betaalt dan nog bij voor metallic, voor de autopilot of voor what's in a name, de Full Self Drive. Als je uitsluitend naar elektrische sedans gaat kijken, ja, dan zit eigenlijk alleen de Polestar 2 rechtstreeks in het vaarwater. Al zijn we ook wel benieuwd wat Hyundai en Kia gaan doen met hun IONIQ 5 en hun EV6. Nu, elektrische SUV's hoor ik je dan denken, zoals een Ford Mustang Mach-E. Ja, daarvoor moet je misschien eerder kijken naar de Tesla Model Y als die er binnenkort aankomt. En de Audi e-tron GT, dat is eerder een concurrent voor de Tesla Model S, want die deelt zijn platform met de Porsche Taycan. En dan spreek je al snel over een formaat groter. Polestar heeft van zijn twee ondertussen ook al een heel gamma opgebouwd. Dat begint tegenwoordig vanaf 45.000 euro en loopt op tot zo'n 53.000 euro. Nu, het moet wel gezegd, die Polestar 2 heeft altijd wat minder range en rijdt ook iets minder sportief, maar voegt wel wat extra kilo's toe.
De facelift van de Tesla Model 3 voor modeljaar 2021. Op het eerste gezicht lijken het misschien kleine tweaks, maar ze hebben wel degelijk effect. Nu, de concurrentie is sinds zijn debuut bij ons in 2019 alleen maar toegenomen en ze wordt eigenlijk ook beter. Dus de voorsprong van de Model 3 is misschien wel iets geslonken. Maar de manier waarop Tesla naar auto's kijkt blijft wel heel verfrissend. Dus die titel van populairste EV in België, ja, wat ons betreft, is hij eigenlijk meer dan verdiend.